korfballers van Nick Alpha College beleven een moeizaam seizoen. De ploeg heeft nog maar 2 keer gewonnen en staat onderin de Korfbal League. Zaterdag kwam PKC op bezoek, de nummer 4 van de competitie. Nick begint goed. Ricky Woe gooit de eerste bal van de wedstrijd raak. Ivo Wiebering is weer inzetbaar na een blessure. Nick kan zijn agressie en reboundkracht goed gebruiken tegen het sterke PKC. In de eerste 5 minuten is de thuisploeg niet te houden. Nick creëert kans op kans. En Friso Bode schiet de strafworp raak en Nick leidt met 4-0. Het fanatieke spel van Nick gaat wel ten koste van veel overtredingen. De ploeg speelt over het randje en PKC komt weer terug in de wedstrijd. Laurens Leeuwenhoek maakt 4-4. Ricky Woe speelt een prima wedstrijd en is constant aanspeelbaar. Hij lijkt zijn slechte wedstrijd van vorige week, toen hij maar 1 keer wist te scoren, te willen goedmaken. Samen met de goedspelende Ivo Wiebering houdt de kleine Taiwanese Nick in de wedstrijd. Maar ook de andere spelers van Nick laten zich zien. Jonathan Nekker gooit van ver raak en het verschil is weer 2, 10 tegen 8. Bij de gasten is Leon Simons de grote man, maar de jaren beginnen te tellen bij de vedette van PKC. Hij is niet meer zo dominant als in de afgelopen jaren. Het is een heerlijke eerste helft in de goed gevulde Alpha Collegehal. De ploegen strijden voor elke bal. Nick moet deze wedstrijd winnen en de ploeg geeft alles. Ricky Woe schiet maar weer eens raak en bij rust leidt Nick met 14-13. Na de pauze gaat Ricky Woe door met scoren. Maar in de tegenaanval scoort international Mehdi Timms voor PKC. De wedstrijd gaat gelijk op. Het staat 19-18. Woe gaat voor de combinatie. Geeft af aan Linda Blauw. Gaat voor de doorloopbal, maar wordt tegengehouden. Overtreding. Strafworp en Ricky Woe maakt zijn 12e doelpunt. En zet Nick weer op een voorsprong van 2. PKC probeert het wel, maar mist in deze fase te veel kansen. En de rebounds zijn voor Ivo Wiebering. Ook de dames van Nick gaan scoren. Annelies Schuitema scoort uit de vrije bal. 22-18 en de thuisploeg lijkt op weg naar de overwinning. De gasten uit Papendrecht scoren via Henk Fokker nog wel tegen. Maar de man van de wedstrijd, Ricky Woe, scoort weer. Zijn 13e treffer van de wedstrijd en het verschil is 4. Maar Woe kan niet meer. Hij heeft kramp en moet van het veld gedragen worden. Maar Nick geeft de zegen niet meer uit handen. Friso Bode scoort ook nog. 24-19 en de zegen is binnen. De ontlading bij Nick is groot. De ploeg heeft alles gegeven en wint verdiend van de nummer 4 PKC. Ondanks de zegen blijft Nick op de 8e plaats staan met 6 punten uit 9 wedstrijden. Maar Nick heeft wel weer uitzicht op de play-offs.